In de armen. Ze is soms een goaltjeslief, soms is ze onzichtbaar. Speelt ze in de voorhoede? Ze speelt in de voorhoede, meestal linksvoor. Okay. En dat is ook wel het plekje wat ze goed kan. Ze kan met haar backhand kan ze mooi scoren. Dus ze heeft al een goed schot. Ze heeft een heel hard schot, absoluut. Zijn er nog verbeterpunten voor Anna? Concentratie. Concentratie? Ja. Ik neem aan dat u dat op school ook wel herkent. Inderdaad. Want er zijn dingen die ze heel goed doet. En dan op een gegeven moment dan is ze er gewoon niet bij. Dan is ze met andere gedachten kennelijk. En dan zou ze eigenlijk meer gefocust moeten zijn. But I
couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised. I let it fall. Hoeveel is het geworden? Volgens mij is van 5-3. 5-3? Je speelde de hele tijd in een spits, hè? Je werd niet zo vaak aangespeeld, zag ik. Nou, veel mee. Veel mee? Ja. Hoe voor het zelf gaat? Ging wel goed. Ja? Is de coach tevreden? Ja. Ja. Sta je normaal altijd achter of voor? Ja. Voor? Ja. Ja? Hoe vaak scoor je gemiddeld? Weet ik niet. Eén keer in de maand of één keer in de week? Nou, meestal speel ik echt wel elke wedstrijd. Elke wedstrijd? Ja. Waarom? Omdat zij weer staan en dan van hun wonnen en wat niet. Dan, ja. Jullie staan nu bovenaan? Ja. Oké. Okay. Hoe lang ben jij al lid, Anna? Sinds toen ik volgens mij 7 was. Dus je bent al 5 jaar lid? Ja. Zo. Nou, ik vond je goed spelen. Ja. Hey, bedankt. Heel spannend. Ja, het is echt meer vechthockey dan dat we toch het hockey kunnen laten zien waar we eigenlijk voor trainen. Zijn ze daar goed in om die bal toch weer te veroveren als ze achterstaan? Ja, sommigen wel, maar nogmaals, we trainen er te weinig op. Maar ik zou bij een aantal spelers nog wel dat stapje willen hebben. Hè? Bal kwijt, toch weer terug. Ja. Hoe vond je Anna spelen vandaag? Nou, Anna had hele mooie acties. Maar Anna moet daarin ook nog leren net dat stapje nog harder door te werken. Ze doet twee dingen goed en Kraaienhout komt toch terug. En op dat moment geeft ze zich wel weer verloren. Ja. Ze heeft echt hele slimme trucjes. Ja. Maar ja, daar trappen ze dan één keer in en dan veroveren ze de bal terug. En dan, Hoeveel wedstrijden spelen jullie nog? We spelen nog 3 wedstrijden. Jullie staan bovenaan? Ja. Samen. Ja. Dus op naar het kampioenschap? Ja, op naar het kampioenschap. Al is het met knoppen en vechten, maar mooie trucjes mag ook.